Deze week in Autogek, de laatste update over de Formule 1. We hebben wat nieuws uit Den Haag. We hebben ook een motoritem. Daniel die had een hele bijzondere Wartburg en nog veel meer gekkigheid. Welkom weer bij Autogek. Nou Piet, daar zitten we weer een week verder. Ja. Ja, er was weinig autonieuws. Daar hadden we het al daar straks in ons voorgesprek al even over. Maar er is ook inderdaad gewoon heel weinig autonieuws. Ja, het raakt op hè. Het is, er gebeurt natuurlijk ook niks. Er mag ook niks. Dus... Als je bijvoorbeeld bij Top Gear en dat soort sites gaat kijken. Die weten van gekkigheid niet meer wat ze moeten plaatsen. Maar... Ze hebben zelfs nu als een of ander hoofdredactioneel stuk is de kaart van waar je frikandellen speciaal kan leven. Is dat zo? Wereldwijd, hè? Ja, wereldwijd. Oh, dat is wel handig. Ja. Dus, nou ja, in dat kader hebben wij straks ook een item. Maar we beginnen toch eventjes met de Formule 1 update. Want wat was een nieuwtje wat ik tussen alle andere nieuws eigenlijk wel heel opvallend vond. Wellicht heeft u het meegekregen. Afgelopen race in Bahrein, daar was natuurlijk het grote verhaal, die pitstop van Mercedes. Hè? Dat ze eigenlijk een eerdere pitstop hadden gedaan, waardoor ze hoopten dat ze Red Bull dus voorbij zouden gaan. Het is ook gebeurd. Wat bleek nou echter, Max die klaagde in het begin van de race al steeds erover, en Sergio Perez ook, ze hadden problemen met het differentieel. En wat houdt dat nou in? Dat dus de kracht op de achterwielen was verschillend, was minder. En dat resulteerde in 0,3 per ronde tijdverlies. Als je dat nou terugrekent en je zou die klacht niet gehad hebben, dan hadden zij die pitstop kunnen doen, maar dan was Max er nog steeds 6 seconden voor geweest. Dus had hij die race gewoon makkelijk uit kunnen rijden en kunnen winnen. Ja. Dus dat geeft de burger weer een hoop moed voor het komende festijn in, wat is het, Imola gaan we geloof ik volgende race hè, naartoe. Nou, we zijn benieuwd wat dat gaat worden. Dus we zullen het zien. Dat was het eigenlijk. Hè? Ja. Nou, onder het motto van er is geen nieuws en toch een hele hoop nieuws. Nou, wat was natuurlijk het nieuws van afgelopen week? Dat is natuurlijk het hele gedoe rondom Rutte. Ja. Dus wij hebben een nieuwe categorie en die heet Kutte met Rutte. En daar gaan we nu naar kijken. Tot slot vraagt Tarek Abdulraham, waarom draagt meneer Rutte geen horloge? Ik vind het verschrikkelijk om dingetjes om te hebben. Ik moest even ook later vandaag nog zo'n das om, dus die heb ik even omgedaan. Maar horloges en zo, ik trek het niet, vandaar niet. En alle telefoontjes laten mij de hele dag zien hoe laat het is. Een goede vraag. Goeie vraag, hè? Ja, ik heb nooit durven vragen, maar ik heb me altijd afgevraagd. Nee. Waarom draagt die man eigenlijk geen horloge? Nee, maar daar hebben we gewoon Tarek voor nodig. Om het even op te helderen. Dit probleem tussen ons op te lossen. Ja, mooi. En we gaan proberen zoveel mogelijk te beantwoorden. Maar eerst, Hugo, welkom dat jij er ook weer bij bent. Wil je ook nog iets ter introductie zeggen? Ja. Ja, laten we maar snel beginnen. Hadden wij ruzie vorige keer? Nee, wij niet. Je bedoelt de reacties? Nee, de reacties. Reactie. Ja, exact. Hey mensen, een van de meest gestelde vragen. We gaan daar de komende dagen verder over praten. En we hopen eigenlijk aanstaande dinsdag er meer over te kunnen zeggen. Maar inmiddels zitten we eigenlijk in vrijwel het hele land gewoon prima binnen de normtijden. En vandaar de keuzes die we gemaakt hebben. En dat zal nooit helemaal precies uit te leggen zijn of perfect zijn. Maar grofweg, binnen die 48 uur, dus die 2 keer 24 uur... 1 keer 24 uur totdat je daadwerkelijk een afspraak hebt, en vervolgens 24 uur tot de uitslag, om dat te halen. Het lastige bij dit soort dingen doen is in de eerste plaats dat de routekaart niet voorzag in zo'n versneller voor 2 weken. Volgende week dinsdag hoop ik bekend te maken vanaf wanneer we daarmee kunnen beginnen. Ja, daar wordt veel voortgang geboekt gelukkig. Het zal nooit precies met een mesje te snijden zijn of met een schaartje te knippen zijn. Het blijft altijd even precies zoeken welke lessen kun je trekken uit eerdere ervaringen. Nou ja, je leest natuurlijk af en toe hele positieve berichten. Ja, en laten we hopen dat we snel die vraag moeten gaan beantwoorden. Hoe beter we dat doen, hoe meer er ook weer mogelijk is. Stan, via Instagram, die zegt, beste Mark en Hugo, wat is de grootste les die het kabinet trekt? Dat is een punt wat ook in het debat vorige week werd besproken, vanuit de PVV, Wilders, maar ook de coalitiepartijen. Ik zie al het plekje waar ik ooit zelf kom te hangen, maar dat is voor jullie nu nog onzichtbaar. Dat kunnen we denk ik niet beloven, nee. Want we hebben maar 3 kwartier.
Nou, dit was ongeveer, Piet, voor mijn gevoel een beetje een samenvatting waar we van de week 14 uur met 1,5 miljoen mensen naar hebben zitten kijken. Ja. Er is eigenlijk een hoop om niets gezegd, weet je wel? Nee. Het gaat eigenlijk allemaal helemaal nergens om. En het land zit ondertussen in crisis en we klooien maar vrolijk door. Maar ja, goed. Ja, het is niet best allemaal, maar ja. Nee, we moeten het er maar mee doen, Paul. We moeten het maar mee doen, zo is het. We gaan het ook doen met het beperkte autonieuws van deze week. Want het autonieuws dat beperkt zich tot volgende onderwerpen. Een Fiat Multipla. We hebben al een keertje eerder in de uitzending gehad. Die was van een fan uit het zuiden van het land, uit Limburg. Die had zo'n Multipla. Hier zien we hem even in beeld. En dat is dan een Multipla met allerlei Red Bull kleuren. Nou, de advocaten van Red Bull, omdat het ding zoveel in het nieuws kwam, die hebben toch daar een stokje voor gestoken. En die zeggen, ja, er is een merkrecht. En van Verstappen is een merkrecht. Dus 33 schijn je ook niet meer op je auto te mogen zeggen. Het moet niet gekker worden. Nee. Ja, dus dat is ook dan al weer merkrecht. Hè? In combinatie waarschijnlijk met de kleuren of de uitstraling. Nou ja, nog een keertje. Zo zag hij er dus uit. En dat mag niet meer. Dus hij is van Marktplaats afgehaald. De prijs die was inmiddels, want hij stond op Marktplaats op een veiling, zeg maar, zoals ze hem gezet bieden. Ja. En inmiddels was hij al iets van 8.500 euro geboden. Maar hij is plotseling afgehaald. Wat ik nog niet begrijp, het is de Red Bull mag er niet op. Nee, hij heette Red Bull, hè? Dus dat zie je ook op de foto, Red Bull. Ja, ja. En maar dat is hadden in plaats van de twee stieren hadden ze twee Multipla's zo met die gele bal in het midden. Maar toch lijkt het dan te veel op de dingen. Maar dat is toch gratis reclame? Ja, het is raar, maar het mag niet. Raar. Dus, ja, het is raar. Rare wereld. Maar als je nou een leuke camper nog wil hebben, want we hebben dus gezien op tv, camper schijnt het helemaal te zijn. Nou, jullie herinneren je misschien nog wel thuis de bus. En dat was de Max Verstappen fanbus. Hier hebben we nog even in beeld. En deze jongens die hadden dus ook zo'n oude lijnbus gekocht. En die hebben ze omgebouwd tot met z'n 8 comfortabele, wat zeiden ze ook alweer, hele comfortabele matrassen. Van die hotelmatrassen erin. Bunks. En ze hadden een keuken erin gezet. En een bar en een tv-hoek. En die gingen dus met die bus, was op tijd klaar om naar de GP van Oostenrijk te gaan. Ja. Dus 2 jaar geleden, toen het allemaal nog kon. Ja. Maar die staat inmiddels te koop voor, ik geloof, 12.500 euro. Valt nog best mee voor zo'n bus. Ja, en, maar nu staat er nog één te koop en die rijdt op aardgas. Dus als je nou ook nog milieuvriendelijk wil bussen en je hebt groot rijbewijs, dan zou je best een hele leuke camper voor kunnen maken. Waarom niet? Want ruimte genoeg in zo'n ding, hè? Ja. Je hebt met de autocross heel vaak, hè, dat ze dat doen. Ja, dan hebben ze een oude frambus en dan slapen ze erin. Soms zelf de auto. Ja, dan zagen ze de achterkant, zagen ze dan open, maken ze een klep van en dan gooien ze de auto erin. Ja. Leuk. Nee, dus tip. Recycling. Hij schijnt in Rotterdam te koop te zijn. Nog voor het vraagprijs is slechts 3250 euro. Dus. Ja. Is nog te doen, toch? En hij heeft 1,2 miljoen kilometers gedraaid. Nou, of zo. Iedereen heeft nou geld over, want dat hebben we niet uit kunnen geven. Dus. Ja, precies. Koop een camper, zou ik zeggen. Koop een camper of een bus. Ja. Wij vroegen ons af in het autonieuws. We hebben een Fiatje nog. En eigenlijk een ding voor de sloop, goed en wel. Maar we zouden vragen van, zo'n ding had twee voorwielen. En die waren eigenlijk een beetje slecht. De lucht liep er steeds uit. Dus moest eigenlijk nieuwe wielen onder. Maar ja, dan vraag je dat aan Piet. En dan zeg je van, joh, zet nou even twee nieuwe wielen op. Maar die denkt, nou, weet je wat? 4 wielen is niet genoeg. Laten we er 12 wielen onder zetten. En dan eens kijken hoe het dan rijdt. Ja. Nou, kijk even mee wat er dan gebeurt. We hebben deze Fiat. Gaan we even proberen. Hij heeft wel een paar kleine aanpassingjes. Nou ja, dat zien jullie wel. Ik ga even kijken hoe dat gaat allemaal. Ja. Ik zal Jara even naar school brengen. Ja, Kijken hoe dat gaat. Dat lukt. Dag. Fuck, daar schrok ik zelf op. Oh my god. Oh, weer. Oh.
Dat is echt angst aan jou, hoor. Oh my god. Hell, je maakt toch een sweep. Het is echt werkelijk waar. Fucking hell. Die laatste. Maar die daar ook, jongen. Jezus. Je maakt toch een sweep. Wat doen jullie maar aan? Want je kan het totaal. Je ziet totaal niet wanneer je er afraakt ook. Want je moet hier even weg. Dat ding ligt volgens mij onder de auto, hoor. Zitten ze er nog op? Nee. Hij is nog heel ook nog, joh. Ik moet niet voor de auto mee vallen, hè. Ik moet de lift ook nu. Ik ga even gelijk weg, hoor. Voor wie weer, want je hebt alweer je vader in. Hop, hop, jullie! Dat is wel, hè? Hop, hop, ja, kan ie! Best goed! Je kan beter achteruit rijden als vooruit. Geweldig! Ik wil ook zo'n auto. Kunnen ze dat niet in de fabriek maken, Paul? Je staat echt doodsangst uit, hoor. Echt waar. Want dat ding krijgt een slinger, dat wil jij niet weten. Dit is leuk, die kleine. Tussendoor, hè? Tussendoor. Oh my god. Het is nou bijna wel genoeg. Nou, ja, dan krijg je eens een slinger. dat valt je, ja, dat is echt. Dat is de eerste keer als je remt en je stuurt een klein beetje, slaat die auto helemaal om. Je schrikt je kapot. Dat gaat met zo'n gang. En je hebt in je hoofd nog steeds het idee van ik zit in een gewone auto. Ja. Dus jouw hoofd denkt nog steeds van ik rijd gewoon zonder die flauwekul op mijn achterwielen. En als je dan die slinger maakt, dan heb je gewoon even een heel klein paniekmomentje, zeg maar. Ja, dan denk je, dan ga ik. Ja. Het is een hele rare ervaring. Wel heel grappig trouwens. Ja, ja, want je krijgt een soort middelpunt vliegende kracht. Hè? Je wordt ineens een soort centrifuge. Ja, en wat je in het filmpje ook kan zien, achteruit gaat perfect. Ja. Ja. Dan kun je gewoon rechtdoor. En op zich vooruit ook wel, omdat je vooraandrijving hebt natuurlijk. Maar zodra je remt en je stuurt een beetje, dan krijg je toch een slinger. Ja, ja, het is eigenlijk een hele mooie kermisattractie. Ja. Ik vond het echt geweldig om het een keer te doen. Je zei ook, het is wel makkelijk voor het inparkeren in principe. Ja. Zet hem met de neus binnen, je daalt hem zo op. Ja, daar kwam jij mee, toch? Ja, ja, ja. Ik denk, hoe krijg ik dan godsnaam dat ding daar weer vandaan? Ja, precies. Maar je kan hem gewoon verduwen. Ja, dat is erg leuk. Nou, misschien is het gat in de markt. Dat je gewoon in plaats van een sleepkabel of zo, zoiets achter je auto. Moet je er wel andere wieltjes onder zetten. Want deze harde wieltjes maken wel heel veel lawaai op dat slot. En ik weet ook niet hoe lang ze dit vol gaan houden. Nee. Ik denk als je kilometers gaat draaien, ze gaan smelten. Maar het viel mij, om eerlijk te zijn, heel erg mee hoe lang ze het vol hielden. Ja. Ja, dus die klappers die je in het gras maakt, die zijn best hard, hoor. Ze hielden het langer voor dan jouw motor krik. Dat was ook weer een briljant idee, hè? Ja, denk je het om zo'n auto op te krikken? Ja, ach. Weet je, ik denk dan ook slim te zijn. Ja. Dat niet maar, dus. Nee, maar, die auto was iets zwaarder dan een motor, helaas. Maar ja, ach, je moet toch eens dingen proberen. En het was ook een motorkrik die vond ik al niet zo heel fijn. Dus ik denk, ach. Maar je had het knap benauwd in die auto, zag ik. Er waren een paar momenten dat ik denk van nou. En er zat ook nog iemand naast me. Ik weet niet of je die hebt horen gillen nog. Ja. Maar er was recentelijk nog een andere auto. En dan had Piet het ook knap benauwd op het laatst mee. Oh, God. En dat was een Wartburg. Kijk even mee, want Daniel nam hem onder handen.
Ik zit in een brok geschiedenis. Dit is helemaal geen bijzondere auto eigenlijk, helemaal niet. Tenminste, qua auto niet. Maar qua geschiedenis wel. Toen die muur viel in Oost-Duitsland, en dan praten we over pakweg 1988, 1989 zo'n beetje. Toen viel die muur en toen moesten ineens al die autofabrieken, die stinkende tweetaktjes maakten daar in Oost-Europa, die moesten allemaal omgebouwd worden. En Volkswagen was er als de kip bij om die fabriek van de firma Wartburg in Eisenach, om die te nationaliseren, zou ik bijna zeggen. In ieder geval op te kopen. Ze hebben daar direct zijn ze begonnen met de productie van polootjes. En omdat ze die toch aan het produceren waren, hebben ze van die auto's die daar nog staan stonden, de Wartburg, hebben ze daar ook maar een Volkswagen motortje in gezet. We gaan daar even naar kijken. Dan loop ik er even omheen. Dan doe ik de klep open. Dat gaat allemaal makkelijk. En als je hem dan open doet, dan sta je heel raar te kijken. Want er zit een... Even kijken of ik erbij kan. Ja, daar is hij. En dan zien we iets wat we allemaal wel een beetje kennen. Want we hebben allemaal wel een golfje gehad of een polootje of weet ik veel wat. En dit is gewoon het beroemde 1300 motortje wat in de meeste polootjes heeft gezeten. Alleen zit een ander dingetje op. Hier staat IFA. Instituut voor Automobiel und Fahrzeugbau in de DTR. Dat betekent het. En ja, anders stond er Volkswagen. Maar voor de rest alles past. De ontsteking is hetzelfde. De carburatie is hetzelfde. Alles is helemaal identiek. Alleen op de aansluiting bij de versnellingsbak, want ze hebben wel de originele Wartburg versnellingsbak gebruikt. En het is niet altijd even handig, want deze Wartburg die staat op een chassis. En tussen chassis en carrosserie er zitten altijd blokjes rubber. En wat gebeurt er nou met dat oude DDR Oostblok rubber? Dat zakt in na verloop van jaren steeds verder. Met als gevolg dat die versnellingsbak niet helemaal meer recht ten opzichte van je aandrijving zit. Dus als je hem eens één wil zetten, moet je wel eens een beetje roeren in de pot voordat je hem hebt. Of moeilijk in zijn achteruit zetten. Dat wil ook nog wel eens. En wat goed wil helpen, dat is dubbel klutsje. Dat wil ook nog wel eens helpen. Wat is nou dubbel klutsje? Kun je het uitleggen, Piet? Tussen gas geven tussen de versnellingen? Ja. Op zijn boeren met gezegd. Ja, daar komt het einde. Nou, gas geven. Je. Mijn vader moest het ook nog doen met zijn oude Magirus. Ja. Dat is een mooi voorbeeld van. Ja. Ja, je, geeft, je schakelt over van de 1 naar de 2. Dan zet je hem eerst van de 1 in zijn vrij. Dan laat je de koppeling opkomen. Je geeft een beetje tussengas. Je koppeling weer in. En dan zet je hem naar z'n 2. Ja. Tandwielen moeten op één lijn. Ja. En dan, dat had alles te maken met de... Mijn vader lag er op dezelfde manier uit. Hè? Ja, nou precies. Ja, dat is natuurlijk heel simpel. Hier zit de elektronica. Ja, dus, en dat zijn ook allemaal nog gewone ouderwetse zekeringetjes, zie je? Porseleinzekeringetjes. Wie stapt zo in de jaren 60 in deze auto? Want dat vind ik natuurlijk wel heel leuk. En om nou te voorkomen dat die dingen vochtig worden, ja, dat kun je heel moeilijk doen, maar je kan ook wel een lapje plastic overheen leggen. Nee, ideaal toch? Ja. Werkelijk waar. Nou, het is, je ziet overal zie je nog wel een VEB staan, Volkseigenesbetrieb. Dat zijn bijvoorbeeld deze schokdempers die komen van een Oost-Duitse fabrikage. Volgens mij is deze ook nog Autopol. Een Autopol kwam er toen nog uit Tsjechoslowakije. Nou ja, dat bestaat ook allemaal niet meer. Het is een auto die samengesteld is door onderdelen van uit landen die niet meer bestaan. Ik vind het zo'n verschrikkelijk leuk ding. En weet je, de meeste waren natuurlijk tweetakt. Reng, denk, 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 denk. Drie cilinders, Paul. Of Piet. Ja. Drie cilinders. En dit is dan ineens weer een viertakt. Er zijn er een paar honderd van gemaakt. Wat vind je er nou? Ik hou van zulke soort dingen. Ja, hij is zo fout dat hij gewoon dat is het. Leuk is. Dat is het. Hij is hartstikke fout. Ja. Maar ik vind het zo gaaf. En een pokkenherrie, jongen. Echt niet normaal. Beleving noemen ze dat. Ja, het is geen beleving. Het is gewoon een moordaanslag op je oren. Want, ja, die motor, niks is geïsoleerd, dus alles maakt herrie. Je aanjager maakt herrie, er zit windgeruis in. Weet je, dit vind ik ook gaaf, hè. We hebben hier zo'n antenne. En die antenne die gaat fluiten tot en met. Nou, dan hebben ze een fabrieksmodificatie. Ze hebben gewoon een plastic dingetje op. Reflector noemen ze dat dan. Van het gefluit af. Ja. En weet je wat ik ook zo cool vind? Dat heb je vast ook gehad in de jaren 90. Moest iedereen ineens een dakje hebben, hè? Ja, die kon je gewoon in flexen. Die kon erin flexen. Ja, ging je naar Ieper Kramer en dan voor 150 piek duwden ze er een dakje in. Nou, dit is van fabriekswegen. Oh, dat weet je niet. Dit is een Oost-Duits dakje. Dus als mijn vrouw meerijdt, dan zit ze ook altijd met een afwasstijltje op schoot, want een kring lekt bij het leven. Ik heb een keer een vriend gehad, die had lang haar, die zat naast me, hadden we ook zo'n dakje. Ja. En dan waaide het wat hard, dan ging hij naast me zitten, dat ik dakje open. Ja.
Nou, rijden. Dan ging ze haar tussen het dakje zitten. Dus als we uitstapten, deed ik een dakje dicht. Een dakje dicht. Dan zat hij vast. Vast. Ja. En ze is die scheerregels bovenop. Ja. Ja. Dit is de oorzaak. Ja, dat is de oorzaak. Ik weet niet of ik het net al heb laten horen, maar ik doe het gewoon nog een keer. Maakt mij niks uit. Ik vind het zo cool. Ja, hij ligt een beetje vol met troep. Dat maakt allemaal niet uit. Ja, het is allemaal wat... Maar gewoon rommel allemaal. Maar dat vind ik allemaal niet uit. Maar dit vind ik zo leuk. Let op dit. Geniaal, de geluid in. Fantastisch. Vind ik zo waanzinnig goed. Ja, en nee, die stickers die erop zaten, dat blijft gewoon. Die laat ik nooit, die gaan daar nooit meer af. Nee, Daniel, is dat nou denk je ook sound engineering geweest, die koffer? Ik denk het niet hoor. Dit is gewoon Oostblokstaal. Ja, en, helemaal te gek. Ja, ik vind het zo'n leuk ding. Het leuke is ook, het veert voor geen meter dit hè. Nee, maar hij is best comfortabel. En weet je hoe ze dat gedaan hebben, Piet? Ze hebben de vering in de stoelen gebouwd. Die stoelen, die veren bij. Je gaat erin zitten en je zakt lekker comfortabel weg. Zie je? Dat is gewoon ideaal. Maar die vering van die auto, dat lijkt helemaal nergens op. Ja, nou ja, nou, inderdaad, als je dan wil schakelen, dan moet je ongeveer... Nou, daar, hier moet ergens achteruit zitten. Daar, ja. Dan weer nog een toe. Weet je wel, we gaan gewoon een stukje rijden. Je kan er wel in hoor. Geen valt reuze mee. Nou hoop ik dat hij eens vrij staat. Ja, doet hij ook nog. Hoor eens, Volkswagen. Hé. Hey. Paul, de mazzel. Oh, ik dacht dat blauwe wolf weg was. Oké, okay. Wat nou blauwe wolf? Dat was toch weg? Dus toch geen tweetak meer? Oh, weet je, moet je dat in dat instrumentenpaneel zien, lach je rot. Dat zijn Oost-Duitse ledjes. Je lacht je dood. Weet je hoe ze dat noemden in Duitsland? Dat noemden ze een muizenkino. Een muizenbioscoop. Je verzint het niet. Geweldig. Ik vind het zo gaaf dingetje, jongen. Dit. Helemaal leuk. Maar hij draait hartstikke mooi. Ja, 1300 en dan wil ik hem wel uit de voeten. Ja hoor. Kijk. Ja. Nee. Weet je zeker dat het geen tweetakt is daar? Nee, weet je zeker. Ja, ja. Het wolkt een beetje. Maar hij heeft een maand of wat stilgestaan. Ja, dus hij is gewoon branden. Ja, hij is wel leuk. Ja, dus vandaar. Hij gaat als de brand. Ja man, hartstikke leuk. Volgens mij gaat hij wel een beetje zo hard van. Ja. Hij kan super. Nou, de Wartburg. Echt leuk. Wat zeg je? De Wartburg. Ja, de Wartburg. En dan niet de Wartburg 353, want dat zijn de meeste. Nee, dit is een Wartburg 1.3. Even de laatste overgeblevene Wartburg 4-taktjes. Een Wartburg. Een Wartburg. Koekblik op wielen. Tje. Ongelooflijk. Je krijgt toch de slappe lach als je die kofferbak dichtgooit. Ja, klonk. Dat is echt dan, werkelijk. Ja. Al galmt gewoon. Ja, dat is echt. Ja. Nee, het zit één plaat. Maar wat ik zei, er zijn ook dat met die deuren. Ik weet niet, dat heb ik een keer ergens gezien. Dat wordt ook echt gesound engineerd. Ja. Dat een deur een zware klap krijgt. Ja. Ja. Dat vind ik geniaal. Of... Ja. Nee, wat je bij Ferraris dan wel ziet, is het uitlaat wat gewoon op het geluid wat... Maar dit ook. Ja. Ik weet zeker. Ze waren een tijd ver vooruit. Ja, ja. Daar in Oost-Duitsland. Ja. Met een polomotor. Hè? Ja. 1,2 of 1,3. Schijnt super. Hij was ook hard. Ja, harder dan normaal lief was. Ja. Want het was, ja, je kwam. Nou ja, weet je, Paul, je hebt. Ik wachtte wel op het filmpje, maar je zei na de afloop van jeetje, ja, mina. Nou dat... ja, weet je wat het is? Je zit. Je hebt voor ogen dat het een Oostblokwagen is. Ja, precies. Daar heb ik vaker in gezeten. Ja, ach. Het remt wat af. Nou, dat bedoel ik. Maar in dit geval, hij geeft me naar een peut gas. Ik denk, nou,
Als de remmen nou weigeren, dan staan we in het weiland. Ja, precies. Dan heb je zo'n gang hadden we wel. Want het is, in een auto lijkt het sneller dan wanneer je het filmt. Heb je nog geluk dat in het verlengde weiland ligt? Ja. Als er een bos had gelegen, dan had je hadden we om een boom heen gaan. Ja. Maar dat, het idee gewoon inderdaad dat je dus in een Oostblok-auto zit. Dat is het gewoon. En, ik heb wel in een Trabant gereden. Ja, dat is echt... Ja. Dan wil je niet zo hard rijden. Het is Spartaans, hè? Ja, vreselijk. Ja. Maar het heeft ook wel weer iets. Absoluut. Absoluut. We hebben van de week met Piet nog eens even een motor bekeken. En dat was een Honda. En welk type was het ook weer? XF 1100. Dat was een CB 1100 SF. Maar ze noemen het een X11. Dus ik zat al dichtbij. Je zat wel heel dichtbij. Ja, ja. En ik weet ook hoe moeilijk het voor jou is. Ja, vreselijk. Dus ik schrijf het op en onthoud. We krijgen weer een motorfiets te zien, een Honda. Kijk mee. De Honda X11. Helemaal volledig. De CB 1100 SF. Waar het allemaal voor staat, ik weet het niet, maar het is wel een hele coole motorfiets. Honda besloot in de jaren 90 toch maar weer mee te doen aan de snelheidswedloop. En wou Kawasaki verslaan met de ZZR 1100 en dachten, nou dat kunnen wij beter. Dus gingen ze de Blackbird maken. Nou, toepasselijke naam, de Blackbird was toen ook het snelste vliegtuig. De bommenwerper uit Amerika volgens mij. En toen hebben ze de Blackbird dus gemaakt en dachten van nou, daar kunnen we ook wel een naked versie van maken. En dat is dit geworden. Het is een beetje lava doorheen. Er zijn dingen die niet iedereen mooi vindt. Hier houdt niet iedereen van. Dat grote ding erom. Het zal wel nodig zijn. Het zal wel voor de koeling of wat er ook maar zijn. Maar het is een hele dikke motor. En wat ik zeg, het gaat als een kogel. Als een straaljager. Het heeft ook het beroemde gecombineerde remsysteem van Honda. Dat betekent dat als je vol remt, die achter mee remt en andersom. Kun je hier zien, er gaan allemaal kabels heen en terug. Dus als je hem voor inknijpt, remt hij achter iets mee. En als je achter remt, dan gaat er hier ook wat naartoe. Er zit volgens mij ook een antiduiksysteem op. Als ik dat zo zie, die zet de voorvark vast. Als jij door de bocht remt, dus dan gaat hij niet induiken, maar dan blijft hij stabiel. Dus dan ben je in de bocht iets stabieler. Het heeft natuurlijk het injectiesysteem en dat heet bij Honda PGMFI-paal. Ja, onthouden? Nee dus. Maar dat is het injectiesysteem. Dit model had het eerder dan de Blackbird volgens mij zelfs. Nou ja, en als je erop gaat zitten, is het net als zit je op het dak van een Mini. Er zit echt een gigantische tank voor je. Nou, volgens mij gaan er niet eens zo heel erg veel liters in, maar dat lijkt heel imposant. Rode tellerplaten zie je ook niet heel veel. En ik kreeg van Paul trouwens de vraag van hoe zit dat nou eigenlijk met bagageruimte op een motorfiets? Dan gaan we dat even kijken. Sleutelgaatjes hier. Weer die eraf. Tada! En wat kan je meenemen? Nou, een cracker met kaas. Een tandenborstel. Nou, onderbroek moet je gewoon een paar weken aanhouden. Dat past niet eens. Dus ga er niet vanuit dat je zonder koffers iets mee gaat nemen. Want dit is het. En volgens mij, als je de motor wil poetsen, dan kan je het helemaal vergeten. Dan kan je tandenborstel zelfs thuis laten. Maar dit is het. Accu die het licht. Dat is ook bijzonder trouwens. Maar knalpotten eronder. Zijn niet origineel. Zal ik even laten horen hoe dat klinkt. Dus wat staat er ook erop? Sleutel. Komt ie hoor. Nou, het is wat heel veel mensen wel jammer vinden,
is omdat het toch wel een beetje stoerder wordt gebruikt dat er een ketting op zit. En dan willen ze toch liever meestal een kardana's. Ja, dat had Honda niet bedacht. Ik denk, ik doe gewoon een ketting. ja, ook nog iets moois. Dit schijnt best nog iets te doen. Ik had het volgens mij van de week met Paul er nog over van... Je zit altijd vol in de wind en waarom zou je een zonnescherm noemen? Nou, ten eerste, iets met een scherm is natuurlijk cool. Iets zonnescherm is cool. Dit schijnt toch nog een beetje wind weg te houden. Dus je ziet er en cool uit en je zit nog... Ja, ik waarschijnlijk niet omdat ik veel te groot ben. Maar als je wat kleiner bent dan mij, dan blijf je nog redelijk uit de wind zitten door dit ding. Dus in de windtunnel getest en schijnt nog een beetje te werken ook nog. Dat is ook wel een leuk verhaal. En nou, dat was het wel. Een motorfiets, twee wielen, maar wel een hele stoere. Een Honda. Ja. We hebben bij, geloof ik, nu langzamerhand bijna elke week een Honda. Valt ja, maar die gaan ook niet stuk. Die blijven heel lang heil, dat zie je wel. Ja. Ah, dit is echt een vliegtuig. Ja. Het gaat hard, hoor. Gaat hard, ja. Ja. Ja, het is een Honda. Die, we hadden het over sound engineering. Ja. Het loopt ook super soepel. Ja. Goede motor, hoor. Maar je hebt voor volgende week, hebben we ook vast, voor degene thuis die zich daarop willen verkneukelen, de motorliefhebbers, althans onder u. Want Piet heeft een andere motor ergens binnengekregen, opgedoken. Een Triumph. Een Triumph Speed Triple. Speed Triple. Met twee van die insectenogen. En die sloegen elke keer af. Ja. Ja, heel bijzonder. En dan... Ga je zoeken naar het stationair knopje die op bijna alle motoren zit. Dan draai ik hem gewoon iets hoger stationair. Ja. Maar dan schijnt dit... In 97 had Triumph zoiets, die was natuurlijk bang om achter te raken. En die heeft het vol met elektronica gestampt. Ja, want die hebben toen een stappenmotor geïntroduceerd. Ja, heel apart. Ja, heel apart. Ik had er nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Alleen lijkt dan gewoon dat je er heel veel verstand van hebt dat je dit zo noemt. Weet je. Oh, je hebt het even opgezocht ook. Nee, maar jij zei het. Ja, nou, zo noemen ze dat. En een stappenmotor. Het zegt mij helemaal niks. Het is hufterproof, noemen ze dat. Dan kan je dus zelf niet meer regelen hoe die stationair loopt. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk voor- en nadelen. Ja. Maar dat was even inlezen. Ja. Maar wel heel interessant, dat wel. Maar ze zijn er volgens mij later ook alweer van afgestapt. Dus echt heel betrouwbaar zal het niet geweest zijn. Nee. Maar vond ik wel bijzonder. Zo ben je nooit te oud om te leren. Hè? We zijn nooit te oud om te leren. Dit was het weer voor deze week. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag.